Een bestuurder van een personenauto is maandag aan het begin van de avond gewond geraakt bij een botsing met een andere personenauto. Dat gebeurde op het kruispunt van de Wielerbaan en Lagewald aan de Groesbeekse zijde, zo'n 100 meter van de Duitse grens. De bestuurder van de Rode Golf kwam van de Lagewald en wilde de Wielerbaan oprijden. Daarbij moest hij voorrang verlenen aan de grijze BMW, maar dat heeft hij vermoedelijk niet gedaan. De bestuurder van de Golf is overgebracht naar het ziekenhuis.